ben Willem-Jan. Ik kom van Achel. En ik ben 24 jaar. En op mijn 18e heb ik besloten om conservatorium te gaan doen. Dus klassiek gitarist te worden. En het was toch wel een speciale beslissing. En ik heb er nog altijd geen spijt van. Mijn pa thuis luisterde naar alle rock and roll, blues, popmuziek, dus Mark Knopfler bijvoorbeeld, Dire Straits, en dat interesseerde mij ook heel hard. En daarmee heb ik voor de gitaar gekozen. Natuurlijk kom je automatisch bij de klassieke gitaar uit. Het is een stuk dat voor mij heel speciaal is geweest in mijn carrière van het conservatorium. Is eigenlijk de elegie van Merz. Waarom is dat speciaal voor mij? Ik heb wel wat problemen gehad in omtrent de liefde. En dat stuk heeft mij daardoor doorgeholpen eigenlijk. Waarom heeft mij dat daardoor geholpen? Dat stuk beschrijft voor mij eigenlijk de weg om iets te verwerken. Dus wanneer er iets gebeurt in je leven, verwerkt je iets. En bijvoorbeeld het eerste wat er in het stuk beschrijft is het merken dat er iets gebeurt. Eigenlijk op een heel gelaten manier laten binnencijpelen dat er iets gebeurt. En daarna komt er eigenlijk van, je kunt het niet goed begrijpen, een beetje wanhoop. En dan komt er eigenlijk een soort van kwaadheid in je naar boven. Om dan uiteindelijk je erbij neer te leggen en verder te gaan met het leven. En heel dat stuk beschrijft dat eigenlijk.